Hanne van de Heuvel, ik kom een nieuw routebordje tegen als ik aan het mountainbiken ben. En daar staat 112 op. Ja, in Twente hebben we nieuwe bordjes aan de mountainbikepalen zitten. En er zijn bordjes met 112-code erop. En die 112-code wil eigenlijk wel meer zeggen, het is niet alleen de 112-code, maar zo staat hij wel bekend. Het is een code die wij toevoegen aan elke paal. Zo maken wij plekken vindbaar. Het is de bedoeling voor, nou ja, als hulpdiensten er naartoe moeten komen of er is iets gebeurd, dat zij zo'n code kunnen doorgeven waardoor de exacte locatie bekend is. Verder gebruiken wij die 112-code ook nog om trajecten tussen bepaalde palen ook nog eens een keertje te kunnen kenmerken. Dus dit wat meer effect dan alleen maar het 112-code op de plek zelf. Bijvoorbeeld tussen een W151 en een W152 kunnen we dat zeg maar ook goed in gaan zetten. Daar is iets aan de hand of daar moeten de vlonders vervangen worden. Maar de basis daarvan ligt hem toch echt in de vindbaarheid van als er mensen iets gebeurt. Zijn er veel ongevallen met mountainbikes? In Twente hebben wij behoorlijk veel ongevallen. Ik weet nog, en dan noem ik altijd maar even een boer, was in Azelo. Die zei tegen me, van, wat is dat nu? Heb ik hier nooit ambulances langs rijden en hoor ik ze af en aan komen? En toen was de eerste mountainbike route die we hadden neergelegd, namelijk Twickel. Dat wil wat zeggen over de mountainbike route zelf, maar ook over de kunde van mensen. Overschatting, hè? Dus ik kan het allemaal wel. Hier op de Hulsbeek is ook wel zo'n route. Die is prima te fietsen door een kind, als je gewoon op de route blijft. Maar er zit zoveel verschillende uitdagingen langs die route, dat je daarin ook nog moet kijken van, gewoon binnen die uitdaging van die route, wat is daar veilig en wat is niet veilig? Hoe kunnen we dat nou veilig maken voor de mensen? Dat heeft te maken met klassificatie. Dat is even wat anders dan die 112-code. Maar omdat daar gewoon veel gebeurt op zo'n route, en er gebeurt gewoon veel op mountainbike routes, het is ook een sport en is een risico. En dat moeten wij ook kunnen faciliteren. Oké. Maar als hulpverlener, mijn maat is gevallen en ik heb hulp nodig voor mijn maat, hoef ik niet anders te doen dan 112 te bellen, R063 neer te zeggen en dan begint de poppenkast. Ja, klopt. Je kunt de hulpdiensten bellen en zeggen R063, maar je wilt zeggen ik zit op de mountainbike route bij het Hulsbeek en ik zie een code R063. Dan moet dat voldoende zijn om het te kunnen vinden.